Het racket heeft ze deze week wat minder in de hand. Fietsen, dat is even beter voor squashster Milou van der Heijden. En dat net in de week waarin het EK voor landenteams wordt gehouden. Ik heb me verstapt tijdens de training zaterdag. En dat pakte gewoon net heel erg vervelend uit. En nu 7 tot 10 dagen in ieder geval geen wedstrijden spelen en herstellen. Van der Heijden zou als kopvrouw aan het EK deelnemen. Maar slapeloze nachten heeft ze van haar afwezigheid niet. Want volgende week heeft ze belangrijke wedstrijden in Australië en daar wil ze bij zijn. Squash is een individuele sport en de EK is 1 keer per jaar waarin we als een team uitkomen. Maar de rest van het jaar speel ik voor mezelf en ben ik bezig met mijn eigen ranking. En daar hoort Australië ook bij. En ik heb inmiddels veel geld geïnvesteerd om daar naartoe te kunnen. Dus het zou heel erg zuur zijn als dat voor niks zou zijn geweest. En daarnaast kan ik daar hopelijk goede punten halen voor de wereldranking. Wat dan eigenlijk weer een groter doel is dan een EK. Prefereert in dit geval gewoon je eigen belang boven het belang van het team? Ja, helaas voor het team wel. Ja. De 23-jarige Eindhovense staat nu 51ste op de wereldranglijst. Dat is goed, maar ze wil meer. Ik merk dat er zeker nog een stijgende lijn in zit. Het is alleen moeilijk in te schatten bij welke ranking dat stopt. Ik bedoel, dat is van zoveel dingen afhankelijk. Maar zolang er de stijgende lijn in zit, is het positief natuurlijk. En bij squash is de piek qua leeftijd is rond de 28. Dus dan heb ik nog wat jaartjes te gaan. Dus dat is positief, ja.